Beste partijgenoten, toen ik aan dit verhaal begon, realiseerde ik me dat juist tijdens deze verkiezingen mijn dochter voor het eerst mag stemmen. Mijn dochter is van de Stromae-generatie. U kent wel van het nummer Alors on danse, laten we dansen. En dat nummer gaat over een generatie die zoveel problemen op zich af ziet komen, dat dansen nog de enige oplossing lijkt. Dansen zodat je problemen kan vergeten. En ondanks dat mijn dochter dat gevoel soms heeft, kijkt ze uit naar de verkiezingen op 15 maart. Verkiezingen die wat mij betreft bekend komen te staan als het aanbreken van de linkse lente. Want vandaag markeren we een bijzonder moment. Yes. En dat zou niet mogelijk zijn geweest zonder onze geweldige medewerkers. Ik wil in het bijzonder 4 kartrekkers bedanken. Dat zijn Alvin, André, Luc en Suzanne. Een hartelijk applaus voor hun. Dit congres is om meerdere redenen eentje waar we later nog vaak terug aan zullen denken. Het is voor het eerst in tijden dat we met zoveel maatschappelijke organisaties aanwezig zijn bij ons op het congres. Om zo een linksblok te vormen dat groter is dan de politieke partijen alleen. Het is voor het eerst dat we ons congres voor het eerst samen organiseren met een andere partij, met GroenLinks. En wat inspirerend om hier met zoveel gelijkgestemden van GroenLinks in gesprek te gaan en ideeën uit te wisselen. Tegelijkertijd besef ik heel goed dat niet iedereen binnen onze partij hetzelfde denkt over de samenwerking met GroenLinks. Sommigen aarzelen of de Partij van de Arbeid wel diezelfde brede sociaal-democratische volkspartij blijft. En die zorgen snap ik heel goed. En juist daarom zet het partijbestuur de komende periode een zorgvuldig proces uit om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Dat doen we in alle openheid, met de blik naar de toekomst en met trots over waar we vandaan komen. En tegen alle partijgenoten die zich afvragen wat de uitkomst zal zijn of er niet al vast ligt, zeg ik, alle opties zijn open. Het proces voelt misschien soms spannend, maar we zijn er gewoon samen bij. Partijgenoten, ik zei het al, vandaag is het begin van iets moois. De aftrap van een zinderende campagne waarin we samen met GroenLinks de Eerste Kamer rood-groen kunnen kleuren. Waarin we de grootste kunnen worden in de Eerste Kamer. Maar we moeten wel aan de bak. Want het is nog maar 39 dagen tot we naar de stembus mogen. 39 dagen om ons verhaal te vertellen. Om te laten zien dat Nederland toe is aan een sociale koers. En die sociale koers is hard nodig. Want we zien dat multinationals als Shell miljarden winst noteren, terwijl steeds meer mensen moeite hebben om rond te komen. We zien dat de VVD vindt dat vervuilers al genoeg belasting betalen en dat huisjesmelkers ontzien moeten worden. Zo brengen we een groener en socialer Nederland dus niet dichterbij. Het is daarom ook geen wonder dat de premier bang is voor een groot linksblok. En dat is ook goed, want het moet anders. En dat kunnen we dus niet van de VVD of van dit kabinet verwachten. En daarom is het mijn hoop dat we de mensen die de afgelopen jaren zijn afgehaakt weer perspectief kunnen bieden. Om aan te sluiten en dat jonge mensen die deze verkiezingen voor het eerst mogen stemmen, die kans ook aangrijpen. Weet u nog wanneer u voor het eerst mocht stemmen?
Voor mij had het bijna iets magisch. Ik had al gedemonstreerd tegen kernwapens. Ik was lid van het actiecomité Doesburgse Jongeren, met KS. Maar stemmen was toch echt iets anders. En deze verkiezing mag ik dat gevoel dus weer herbeleven met mijn dochter. Afgelopen week vroeg ik haar of ze de keuze al had gemaakt. En zonder twijfel antwoordde ze: PvdA of GroenLinks natuurlijk. Want ik wil dat links de grootste wordt. En de pubers en de ouders in de zaal begrijpen dat dit echt een heel groot statement van mijn dochter was. En activistisch als ze is, had ze ook twijfels of de politiek wel in alles het verschil kan maken. Toch een beetje dat gevoel van laten we maar dansen, dansen om te vergeten, zoals in het lied van Stromae. En dat is ook logisch als je ziet voor wat voor uitdagingen we staan. En met name de uitdagingen waar jongeren mee te maken krijgen. Daar maak ik me zorgen om. Ik maak me zorgen om mijn studenten. Die dreigen te stoppen met hun studie omdat ze die niet meer kunnen betalen. Ik maak me zorgen om mijn zoontje met zijn voetbalvriendjes. Die vinden dat ze gefaald hebben als ze naar het VMBO gaan. Dat Nederland, waarin de nieuwe generatie onzeker naar de toekomst kijkt. Waarin jongeren over een opleiding spreken in termen van winnen of falen. Dat is niet het Nederland wat wij nastreven. Wij willen een land waarin je in vrijheid je eigen talenten kunt ontwikkelen. Wij willen een land waarin je gezien, gehoord en gewaardeerd wordt. Wij willen een land dat voor iedereen sociaal is. En waarin je het gevoel hebt dat je de wereld aan kunt. En dat alles in de wetenschap dat je er niet alleen voor staat. Dat er een overheid is die je helpt als je steun nodig hebt, als je pech hebt. Dat er waardering is voor mensen. Dat het niet afhangt van het aantal diploma's dat bij je aan de muur hangt. Of van het bedrag op je loonstrookje. Maar dat we mensen respecteren vanwege de positieve bijdrage die ze leveren. En dat Nederland, het Nederland van hoop en optimisme, daar is waar ik zoveel partijgenoten dag in, dag uit keihard voor zie werken. Habtemoe de Hoop, die met zijn grondwetswijziging laat zien dat er geen plek is voor discriminatie. Nelleke Vedelaar, die laat zien hoe belangrijk openbaar vervoer is. Marjolein Moorman, die laat zien dat elk kind niet alleen een eerlijke kans verdient, maar ook een tweede kans en een derde kans. Mark Lauriks, die laat zien dat niemand hoeft te kiezen tussen een warme douche of een warme maaltijd. Frans Timmermans, die laat zien dat we niemand achterlaten op weg naar een duurzame toekomst. En natuurlijk Atje Kuiken. Die laat zien dat de waardigheid van mensen altijd en overal voorop staat. Tal van sociaaldemocraten maken de wereld elke dag een stukje beter. En niet in de laatste plaats onze geweldige kandidaten voor de verkiezingen in maart. Onze kersverse lijsttrekker voor de Eerste Kamer, Mei Li. Wat zijn we ongelooflijk trots op je. Ontzettend gefeliciteerd. En natuurlijk ook al die andere lijsttrekkers. Dus Peter, Edouw, Yvonne, Tjeerd, Annemieke, Jasper, Wart, Anita, Jeroen, Hans, Anne, Abbasin. En alle lijsttrekkers voor de waterschapsverkiezingen niet te vergeten. Zet hem op, we rekenen op jullie. Maar ik zeg daar meteen bij. Al deze geweldige politici kunnen alleen maar het verschil maken als ze kunnen bouwen op een krachtige sociaal-democratische vereniging. En daar werken wij als partijbestuur hard aan. Door kleine afdelingen te ondersteunen, door
verscherping van het beleid rondom sociale veiligheid en diversiteit, door ideeënvorming samen met de WRD Beckman Stichting en door een helder, zorgvuldig en rechtvaardig proces te schetsen voor de verdere verkenning van de samenwerking met GroenLinks. Zo brengen we de leden in stelling om verandering mogelijk te maken. Want uiteindelijk kunnen we alleen een waardevolle impact maken als we de krachten weten te bundelen. En dat is wat dit congres laat zien. En dat is waar we de komende tijd hard aan zullen werken. Want het kan echt. We kunnen winnen. Als we onvermoeibaar, optimistisch en strijdlustig op pad gaan. Als we staan voor onze idealen en ideeën. Als we ons niet uit elkaar laten spelen. Als we voortbouwen op onze resultaten en als we dat met elkaar doen. Dan beloof ik u dat we op 15 maart zullen dansen. Niet om te vergeten, maar van vreugde. Dank u wel. Thank you.